Ja, het is een hele mooie avond natuurlijk. En wat is er mooier dan om ook nog iets te mogen weggeven? Wij waren zeer verguld als VBI dat wij op de bedrijvencontactdagen de Lingewaard Promotion Award mochten ontvangen. Het is een hele mooie award. Er zit ook nog een geldbedrag aan vast te besteden aan een goed doel. Nou, we hebben daar als directie van VBI natuurlijk over nagedacht. En het is natuurlijk leuk als je dan ook zo'n bedrag laat terugkomen aan vooral de stille mensen achter de schermen die bezig zijn met vrijwilligerswerk. En wij hebben de prijs willen we toekennen aan het meldpunt Vrijwillige Thuishulp Lingewaard. En tezamen met het steunpunt Mantelzorg. En ik wil daarvoor uitnodigen de voorzitter Rob Tertsch en mevrouw Monique Ritsen. Als die even naar voren willen komen. Nou, we hebben gedacht dat we de check dan mooi in tweeën delen. En ik weet niet of u weet wat het meldpunt Vrijwillige Thuishulp Lingewaard inhoudt. Maar misschien dat Monique even kort iets kan zeggen daarover, Monique. Maar allereerst zijn we heel erg verrast dat we deze prijs toegekend kregen. Ik wil wel even aan de zaal uitleggen. Het vrijwillige meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Daar zijn heel veel vrijwilligersorganisaties bij aangesloten. En eigenlijk de vrijwilligers van die organisaties, die doen eigenlijk het werk. Wij zijn eigenlijk meer met de telefoon wachten een centraal punt waar alle hulpvragen van mensen binnen kunnen komen die hulp nodig hebben. En wij maken dan contact met de organisaties en de vrijwilligers van de organisaties, die verlenen eigenlijk de hulp. Dus ik denk dat het heel mooi is als we deze prijs ook zorgen dat het bij de vrijwilligers, dat we daar iets voor gaan organiseren. Nou, en u bent de voorzitter natuurlijk van deze organisatie en nu de coördinator, begreep ik uit het verhaal. Het leuke is dat er wordt ook nog een dag georganiseerd. En ik heb, dat was volgens mij 10 november, wordt er ook een dag voor de mantelzorg. De mensen die met mantelzorg bezig zijn, die worden dan een dag in het zonnetje gezet. En dat vonden we ook zo'n goed initiatief dat we zeiden, nou, daar willen we zeker het andere bedrag voor overmaken. Dus ik ga u nu even de prijs overhandigen. We hopen dat het een goede plek vindt bij u, daar zijn we van overtuigd. En we wensen u nog heel veel succes met uw mooie organisatie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Martin Koppenhol.